Ik heb altijd in Amerika willen voetballen, dus ja, voor mij is het toch wel een klein beetje een droom die uitkomt. En waarom is Amerika zo'n droom voor jou? Ja, het vrouwenvoetbal in Amerika is gewoon onwijs populair en het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam is ook gewoon heel goed. De afgelopen jaar weer wereldkampioen geworden en de competitie leeft daar gewoon enorm. Er zijn altijd veel toeschouwers, heel veel media-aandacht, veel fans, dus dat is natuurlijk heel mooi om daar te gaan spelen. En je hebt een superberoemde teamgenoot. Dat is denk ik de Cristiano Ronaldo of de Messi van het vrouwenvoetbal, toch? Nou ja, Hope Solo, ja, de keepster, is ja, de beste keepster ter wereld. En die is ook super populair in Amerika, dus ja, dat is heel erg leuk natuurlijk. Ga je er ook op vooruit, vanaf van 9 jaar Zweden naar Amerika? Is Amerika een betere en grotere competitie dan Zweden? Nou, dat is een beetje moeilijk te zeggen natuurlijk. Ik heb daar nog nooit gespeeld. En in Zweden leeft het vrouwenvoetbal ook wel. Maar ik denk dat de bezoekersaantallen en alles eromheen is gewoon nog een stukje groter dan in Zweden. En hoe bijzonder vind jij het om in Amerika te gaan wonen? Ja, dat is wel leuk natuurlijk. Dat doe je niet even zomaar. Nee, zeker niet. Maar ja, ik kijk er wel gewoon heel erg naar uit. Het zal voor 7-8 maanden zijn, dus het is niet echt heel erg lang natuurlijk, vergeleken met al die jaren in Zweden. Maar ik vind het eigenlijk alleen maar spannend en leuk, dus ik kijk er naar uit. Want is het echt een eenmalig en eenjarig avontuur of heb je voor langere termijn getekend? Ik heb voor 1 jaar getekend, maar ja, ik kijk er gewoon even naar hoe het aankomende seizoen gaat verlopen natuurlijk. En ja, dan zien we wel verder. Wat dat betreft is het een veilige optie om voor 7 maanden daarheen te gaan, dat is sowieso wel goed. Ja, zeker wel. Dat vind ik zelf altijd wel fijn om gewoon voor 1 jaar te tekenen. Zit je nergens verder aan vast natuurlijk. En, toen ik wat jonger was, tekende ik vaak langere contracten, maar de laatste jaren vind ik 1 jaar wel best. Hoe ga je dat privé doen? Ik bedoel, want je gaat helemaal op jezelf wonen, denk ik, daar. Normaal zei je al in de vorige reportage die we over jou hadden gemaakt, je kon met Ties heel erg goed afwisselen. Hoe gaat dat nu? Nou, dat zal precies hetzelfde zijn eigenlijk. Okay. Ik vertrek pas in maart naar USA en dan waarschijnlijk 2 maandjes later komt Ties ook voor 3 maanden, dus dat is gewoon goed te doen. Moet hij zorgen dat hij zich niet voor de play-offs plaatst? Nee, nou ja, ik hoop natuurlijk dat Rotterdam het gewoon heel goed doet en dat ze zo ver mogelijk komen. Daar zijn natuurlijk ook sportmensen voor, maar ja, het is gewoon ook leuk dat hij ook naar USA kan komen en voor een langere periode daar kan zijn. Want daarvoor staat iets bijzonders gepland, dat vertelde je in onze reportage ook. Ja. Jullie gaan trouwen. Ja, klopt. Dat komt ook prima uit volgens mij. Ja, dat komt helemaal goed uit. Ja. Na het WK hebben we dus die plannen gemaakt ook en ja, ik had al een beetje een idee van oké, als ik iets anders wil gaan doen, dan wil ik graag naar USA. En gelukkig waren de clubs die belangstelling tonen, dus komt allemaal mooi uit. Samenvattend, hoe blij ben je met deze transfer? Ja, super blij natuurlijk. Dan zijn we hier natuurlijk ook voor een bepaalde reden. Nederland gaat spelen, jullie, in het stadion van Volendam, tegen Japan een oefenwedstrijd. Hoe ver zijn jullie in die cyclus? Jullie gaan natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen spelen. Is het al een hele serieuze wedstrijd of is het nog echt aan elkaar wennen en nieuwe speelsters testen en dat soort dingen? Ik denk beide wel. We hebben natuurlijk een nieuwe coach en dit is de tweede periode dat hij er is, laten we zeggen tweede trainingskamp. Dus ik denk dat het gewoon, ja, het is nog steeds nieuw natuurlijk, maar over een paar maanden staat het kwalificatietoernooi voor de deur. Dus het is waarschijnlijk een beetje uittesten, maar natuurlijk ook heel serieus. En je hebt natuurlijk ook gelijk een top tegenstander. Japan speelt nog in de finale van het WK. En we hebben ze natuurlijk ook op het WK ontmoet. Dus ja, het is gewoon een topwedstrijd en heel goed voor ons natuurlijk om te kijken waar we staan op het moment. En voor jou wordt het natuurlijk wel een uitdaging heen en weer gaan reizen. Ik bedoel, Seattle is de westkust van even een ander stukje vliegen dan vanaf Zweden. Ja, zeker. Het is een stukje verder, maar ja, dat zien we dan wel. Ik vond zelf dat ik deze uitdaging moest aangaan, dus ja, dat komt vast wel goed. Want je krijgt van je team wel vrij om inderdaad de interland met Nederland te spelen. Ja, absoluut. Je hebt ook gewoon te maken met FIFA-regels en datums, dus ja, wees maar niet bang.